Brenda. Tim. Leuk dat ik jou spreek. Ja, leuk dat je er bent. Ja, nou, leuk om hier te zijn. Jij werkt voor het KWS, wat doe je precies? Ik ben van de afdeling HRM, dus ik ben verantwoordelijk voor alles wat met personeel te maken heeft. Oké, en je bent nu ook hier op de locatie. Ja. Zijn er ook dingen die je hier nu kan doen? Nee. Oh, ja. Wat doe je dan? Nou, hier ben ik nu vandaag voor dit filmpje, dus dat is wel leuk om op locatie te zijn. Ik kom niet heel vaak op locatie, helaas. Want het is leuk om buiten te zijn bij de jongens. Ja. Maar als ik hier ben, dan probeer ik een beetje mee te lopen, mee te draaien met wat ze buiten doen. Om meer feeling te krijgen met de mannen. Wat trekt mensen aan voor dit werk? Want ik bedoel, naast dat ik zie dat het buiten is en dat je dus altijd onderweg bent. Vraag me af waarom mensen kiezen voor dit werk. Nou, je maakt echt een project. En wij als KWS doen dat van voor naar achter. Dus we doen het voorbereiden, we doen het uitvoeren en we doen het ook nog beheren indien dat gevraagd wordt. Ja. En die mannen buiten vinden het natuurlijk prachtig mooi om een weg te maken en dan vervolgens de volgende keer er overheen te rijden en dan te weten dat zij die weg hebben aangelegd. Ja. En dat is wel wat mensen ertoe beweegt om bij ons te komen werken. Een project maken. Ik denk, het is ook werk wat blijft groeien, want politiek heeft nu aangestuurd op meer wegen en zo. Dus eigenlijk is... Je hebt gegarandeerd een baan. Als het goed is wel, ja. En de komende jaren wordt er weer veel onderhoud gepleegd. En KWS, in ieder geval onze vestiging, doet ook onderhoud aan bijvoorbeeld bruggen. Dus er zitten ook echt leuke projecten bij. En ons werkgebied is best wel divers. Ja. Eigenlijk het hele zuiden van Zuid-Holland. Ja. Tot en met de Maasvlakte, bij wijze van. Ja. Dus het is wel leuk voor mensen, en zeker jonge jongens als je hier in een omgeving woont, om ook hier te komen werken. Ja. Je hoeft niet heel ver te reizen. Oké. We gaan naar buiten. Wil je nou ook een keer dat ik bij je langskom, dan ga dan even naar baasovereigentoekomst.nl. Later.